geachte bewoners, kunt u AUB de regenboogvlag weghalen? Uitroepteken, uitroepteken. Anders wordt hij weggehaald door anderen of verbrand. Bijvoorbeeld dank bewoners, comma, buren. Dat was de boodschap die Laura en haar huisgenoot deze week door de brievenbus kregen. Sinds Pride hebben de twee een regenboogvlag aan het raam hangen. Maar er zijn sommige buren schijnbaar niet blij mee. Toen was het eigenlijk wel gelijk een soort van shock, weet je. Je verwacht het niet zo snel dat je echt een dreigbrief op je mat krijgt voor het feit dat je een vlag uit hebt hangen. Ik was gewoon heel erg bezorgd om de veiligheid. Maar het gevoel van angst sloeg al snel om in iets anders. Heel veel boosheid en een soort van protestgevoel van we moeten hier echt wel iets mee doen, want dit is niet normaal. Dat de brief niet gewoon van een bezorgde buur komt, dat lijkt de huisgenoten sterk. Waarom is iemand niet eventjes een koffietje komen drinken of heeft het tegen ons aan de deur gezegd? Dus kwam Laura's huisgenoot met een reactie op de brief. Aan de dreigbriefschrijver, de vlag blijft, want liefde wint. Een duidelijk statement, maar de twee zijn zich ook bewust van de gevaren. Het is namelijk niet de eerste keer dat er agressie heerst rondom een regenboogvlag. Zo werden er vorig jaar onder andere posters in de fik gestoken in een flat in West. Toen is er deze hap uitgebrand. Je ziet ook gewoon duidelijk dat het verbrand is. Er lagen ook snippers op de grond toen ik dit zag. En elders in de stad werden er ruiten ingegooid bij huizen waar de vlag hing. Daar hebben we het zeker ook over gehad. Maar ja, weet je, op een gegeven moment je kan je niet alleen maar laten bedreigen of je overgeven aan mensen die iets slechts te bedoelen hebben tegen die vlag. Dus laten de twee huisgenoten de vlag nog even hangen. Het laken blijft in elk geval nog een week. Zodat we zeker weten dat degene die de dreigbrief heeft gestuurd in ieder geval heeft gelezen en in ieder geval misschien op een soort van andere gedachte wordt gebracht.